Welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering van ons X-Gen jaaroverzicht. Vandaag sta ik er weer en ik ga met jullie bespreken. Bij de maand juli denk je misschien niet als eerste aan gamen, maar aan zon, zee en strand. Maar ook in deze maand kwamen een paar interessante titels uit. Waar Prototype 2 inmiddels al een tijdje uit was voor de spelcomputers, werd de game nu ook naar de PC gebracht. Wij beoordeelden de game met een 7,5. Daarnaast kwam er een hele leuke game uit voor de 3DS. Kingdom of Hearts 3D beoordeelden wij namelijk met een 8,5. En als laatste werden ook een paar leuke downloadbare titels uitgebracht. Wreckateer kreeg een 8 van ons en Spelunky die kreeg zeker een hele hoge 9. Ja, natuurlijk informeren we jullie normaal over games vooral en het nieuws daaromheen. Maar in juli kwam er ook iets anders aan het licht, namelijk over de nieuwe iPhone. Op telefoons wordt steeds vaker gegamed en in juli stond deze nieuwe telefoon van Apple helemaal in het licht. Er gingen namelijk geruchten rond dat deze nog een stukje groter zou worden. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar terug naar de games dan maar, of de consoles eigenlijk. In juli kwam namelijk aan het licht dat er een speciaal soort PlayStation 3 op de markt zou komen. Een kleinere en lichtere versie met de naam Super Slim. Het zou echter nog een paar maanden duren voordat deze officieel aangekondigd en uitgebracht werd. Ook Nintendo zat niet stil in juli. Zij werkte op dat moment namelijk hard aan hun nieuwe console, de Wii U. Deze maand werden de geruchten over de prijs van die console iets concreter. Diverse betrouwbare bronnen melden namelijk dat de Wii U €299 zou gaan kosten. En dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. In juli kregen we ook een harde klap te verduren. Rockstar wist namelijk te melden dat Grand Theft Auto 5 de Gamescom dat jaar aan zich voorbij zou laten gaan. Nou, dan werd eigenlijk al meteen duidelijk dat de game niet meer dit jaar zou uitkomen, want anders was hij vast en zeker aanwezig geweest. Qua video's hebben we jullie in juli items gebracht die in onderwerp erg uiteenliepen. Zo bezocht Sebastian een event met zijn jeugdhelden Bassie en Adriaan. Werd Eke zijn ass gekickt door een echte MMA-vechter voor een Tekken Tag Tournament 2 evenement. En ja, gingen Hugo en ik het EK naspelen in spannende FIFA-wedstrijden. Ook de 10 lijstjes mochten in juli natuurlijk niet ontbreken. Wij gingen samen met jullie op zoek naar de 10 beste games van 2012 tot dan toe. Max Payne 3, Mass Effect 3 en de nieuwe Ghost Recon gingen hierin aan kop. Ook vroegen we jullie naar de 10 favoriete HD remakes. Hier won de Master Chief met vlag en wimpel. De high definition remake van het originele Halo Combat Evolved kwam namelijk als winnaar uit de bus. En dat waren alweer de hoogtepunten van de zomerse maand juli. Ja, morgen zijn we meteen weer bij je terug. Dan gaan we aan de slag met augustus, wat natuurlijk de maand van de Gamescom was.